Maar daarnaast hebben we ook heel veel mensen in het veld die GEO, het RFI-programma, gemaakt hebben in de coulissen, in de achterkamers, s'avonds laat, wat het eigenlijk geworden is. Die hebben een bijdrage geleverd, niet misschien inhoudelijk, maar administratief, financieel, om het project te maken wat het geworden is. En we hebben als RFI gemeend om voor die categorie mensen ook aandacht te vragen vandaag. En dat te doen in de vorm van een zogenaamde stille kracht award. De stille kracht award. En de stille kracht award, daar is geen verkiezing voor geweest. We hebben niet over gestemd, maar dat kan niet, want het zijn er namelijk allemaal. Die zitten hier misschien allemaal niet, maar die zitten allemaal binnen uw organisaties. En we hebben gemeend eigenlijk om dat stille kracht award symbolisch uit te reiken aan één persoon waarvan wij weten dat hij of zij, ik klap even niet, een enorme stille kracht is. En die award zal worden uitgereikt door ook een heel bekende geoheld, Mart van Bracht. Mart. Ja, dankjewel Arnold. Prachtig om hier de hele geosector te zien. Dus hier zitten de uitbaters van de geosector. En ik ben eigenlijk benieuwd wie hier in de zaal zit. Dus ik wil even weten, waar zitten de geo-onderzoekers? Kan die even een hand kunnen opsteken? Nou, dat zijn er niet veel, ook wel. Nou, dan de geo-bedrijven, waar zitten die? Andere grote groep die baat heeft gehad bij dit programma. Nou, en dan de derde club die baat heeft gehad bij het programma, de accountants. De accountants. Hé, de club die echt geld verdiend heeft aan de geo-informatie is er niet. Dat verbaast me eigenlijk. Ja. Hebben en dat ik het, daarom wil ik niet eigenlijk deze woord niet uitleggen. Ik denk dat degene die mij even partner dan het moeilijkste tussen aanhalingstekens, die dat niet zo erg zien, gemaakt hebben, het zelf wel weten. Dus daar wil ik het graag laten. Ik ben in ieder geval, ik ben erg ontroerd door deze prijs. Ik vind het heel erg leuk. En ik ben me ervan bewust dat er zoveel andere mensen zijn zoals ik. En die wil ik dan ook nog maar een keer bedanken, want die heb ik ook nodig gehad om tot resultaten te kunnen komen. Dank je wel.